Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Guit. Ik lees met u enkele verzen uit de Bijbel en wel Matteüs 27, de verzen 21 tot en met 26. De stadhouder antwoordde hun en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: Wat zal ik dan doen met Jezus die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem: Laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft u dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veel meer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas los, maar nadat hij Jezus gegeeseld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. De Romeinse stadhouder Pontius Pilatus komt voor een moeilijke keuze te staan. Jezus is gearresteerd, gevangen genomen en moet nu berecht worden. Het Joodse volk, aangevuurd en opgehitst door overpriesters en farizeeërs, eist zijn dood. Pilatus probeert Jezus te beschermen tegen de woede van het volk, omdat hij zelf geen schuld in hem vindt. De stadhouder besluit het volk te laten kiezen. Het was de gewoonte om op het feest van Pascha een misdadiger los te laten. En omdat het feest nu weer aangebroken is, laat hij het volk kiezen tussen Jezus en Barabbas. Die laatste was een berucht gevangene die zich schuldig had gemaakt aan oproer en aan doodslag. Pilatus denkt dat het volk nu toch wel voor Jezus zal kiezen. Maar hij vergist zich, want het volk is met blinde haat vervuld. Het vraagt de vrijlating van Barabbas en de dood van de zaligmaker. En als hij dan vraagt wat voor kwaad Jezus gedaan heeft, krijgt hij geen antwoord. De enige reactie van het volk is: kruist hem, kruist hem. Pilatus talmt en aarzelt. Wat doet hij vervolgens? Hij laat een schaal water aanrukken en gaat in het openbaar zijn handen wassen. Het is alsof hij zeggen wil: ik kan er nu verder ook niets aan doen. Jullie dwingen mij een rechtvaardige te veroordelen. Jullie moeten ook de verantwoordelijkheid daarvoor maar op u nemen. Het wassen van de handen was in het Oude Oosten in het algemeen een teken van het betuigen van onschuld. Zo komen we het ook in het Oude Testament tegen. De Heere had in zijn wet geboden: als er een misdaad gepleegd wordt, bijvoorbeeld een moord wordt begaan, en de moordenaar is niet ontmaskerd, dan moeten de oudsten van de stad samenkomen, er moet een jonge koe genomen en geslacht worden, en de oudsten van de stad moeten hun handen wassen boven die koe en zeggen: onze handen hebben dit bloed niet vergoten. Het is onduidelijk of Pilatus op deze woorden uit het Oude Testament zinspeelt wanneer hij zijn handen gaat wassen. In elk geval wil hij laten zien: ik ben onschuldig. Maar hij was terdege schuldig. Hij was de aardse rechter. Hij was verantwoordelijk voor de rechtsgang. En toch veroordeelt hij uiteindelijk de zoon des mensen, terwijl die notabene geen zonde gekend of gedaan heeft. Integendeel, alleen goed heeft gedaan. Hongerigen gevoed, zieken genezen, doden opgewekt. Hij veroordeelt hem die zich als een lam ter slachting laat leiden. De kerk en haar leiders hebben aan zijn veroordeling meegewerkt. Het volk eist zijn dood. En nu gaat de burgerlijke overheid uiteindelijk het vonnis over hem voltrekken. Pilatus zegt: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. Maar hij is terdege schuldig. Hij buigt het recht omdat hij bang is dat er een oproer onder het volk zal uitbreken. En dat zijn positie dan op het spel zou komen te staan. Pilatus noemt de heiland de rechtvaardige. Daarbij neemt hij het woord van zijn vrouw over. Die had immers gezegd:
heb toch niet te doen met deze rechtvaardige. Want ik heb heden in de droom veel geleden om hem. Jezus wordt als onschuldige toch veroordeeld. Hij wordt door Pilatus en zijn vrouw de rechtvaardige genoemd. En nu is het wonder van het evangelie dat hij als rechtvaardige de weg van lijden en sterven bewust en vrijwillig is gegaan. Tot uw en tot mijn behoud. Zodat het waar wordt wat de profeet Jesaja al had gezegd: door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Zodat het waar wordt wat Paulus later zegt: hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, heeft hij, dat is God de Vader, tot zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. En dat wordt het wonder voor een ieder die gelooft. Is het ook voor u al een wonder geworden? Als Pilatus zijn handen gewassen heeft en zijn woorden heeft uitgesproken, volgt de reactie van het volk. Wat lezen we? En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en onze kinderen. Als u deze woorden in uw Bijbeltje meeleest, merkt u dat de woorden laat maar komen schuin gedrukt zijn. Dat betekent dat ze in de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament niet vermeld staan. Letterlijk staat er dus: zijn bloed over ons en onze kinderen. Wat betekenen deze woorden? Wel, het volk wil zeggen: het is goed dat deze rabbi uit Nazareth gedood wordt. Het volk neemt de verantwoordelijkheid daarvoor op zich. Deze woorden vormen een verklaring van eigen onschuld en een veroordeling van de zaligmaker. Ze zeggen als het ware: hij moet sterven. Hij heeft het verdiend. Het is zijn eigen schuld. Wat een verschrikkelijk gebeuren. Wat moet deze oproep Jezus gekwetst en pijn gedaan hebben? Het volk waaruit hij zelf was voortgekomen eist zijn dood. Intussen mogen wij deze woorden niet misbruiken. In die zin dat we zeggen: zie je wel, de Joden hebben het zelf uitgeroepen. Zijn bloed over ons en onze kinderen. Daarom zijn ze zo vaak vervolgd, verdrukt, gediscrimineerd, geboycott. Daarom is Jeruzalem verwoest in 70 na Christus. Daarom zijn vele Joden in het verleden in gevangenissen geworpen of naar de gaskamers gebracht. Ze hebben het onheil over zichzelf uitgeroepen. Nee, dan maken we ons schuldig aan antisemitisme, jodenhaat, zoals die in onze tijd weer volop openbaar komt. Als we onszelf leren kennen, bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest, gaan we inzien dat we geen haar beter zijn dan de Joden in de tijd van Jezus. Maar dan krijgen we het bloed van Jezus ook nodig. Nodig tot verzoening van al onze zonden. En dat wordt het wonder van ons leven, dat hij voor ons de dood is ingegaan, opdat wij het leven zouden ontvangen. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Amen. Zullen we samen bidden? Heere, trouwe en barmhartige God, wij danken u ervoor dat wij in deze lijdensweken mochten stilstaan bij de weg die uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is gegaan. De weg van de vernedering tot aan het kruis van Golgotha. Wat een wonder, Heere, is het. En wat gaat een ieder die gelooft dat steeds meer inleven, dat hij die weg bewust en vrijwillig is gegaan. Totdat hij mocht uitroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar dan gaan we ook inzien, Heere, dat hij die weg moest gaan vanwege onze verlorenheid, vanwege onze verdorvenheid, vanwege het feit dat wij van u afgeweken zijn in het paradijs en we elke dag opnieuw tegen u zondigen. O God, wij smeken van u. Leer ons onszelf aan uw Zoon, de Heer Jezus, over te geven, hem te dienen, te volgen en te beleiden door uw Heilige Geest. En laten wij daarin mogen volharden door genade.
Gedenk ons, Heere, ook in al wat wij meemaken. In periode van ziekte. In periode van aanvechting als de duivel ons bestrijdt. In periode van rouw als we onze geliefden hebben moeten verliezen. In tijden waarin we ons eenzaam voelen en moedeloos. O God, ontfermt u zich dan. Geef nog kracht naar kruis. En doe ons leven uit de verwachting van die stad die fundamenten heeft. Waarvan u zelf de kunstenaar en bouwmeester bent. En waarin u zult zijn, alles en alle. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen.